De Indonesische ambassade in ons land heeft twee gespecialiseerde kunstenaars uit Indonesië gehaald naar Suriname. Het gaat hierbij om experts die zich hebben gespecialiseerd in culturele activiteiten en verschillende vormen van kunst en cultuur, zoals het bewerken van hout en vlechtwerk met pandanbladeren. Met de komst van de kunstspecialisten zal er een uitwisseling plaatsvinden met lokale kunst- en cultuurwerkers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het directoraat cultuur, zodat de traditionele culturele skills kunnen worden bijgebracht aan de participanten. Het is heel belangrijk omdat we weten dat we hier een grote Javaanse gemeenschap hebben. En het is natuurlijk goed voor materieel behoud, materieel erfgoed, materieel behoud. En belangrijk is bij het directoraat cultuur dat onze community workers deze training volgen. En zij gaan terug naar de communities om dat ook aan kinderen en jongeren over te brengen. Naast het overbrengen van de verschillende kunstuitingen zullen ook taalkursussen worden verzorgd door deze kenners. Ze zullen ook voor 3 maanden studeren om meer kennis op te doen over de plaatselijke bevolking.